bestaat inmiddels wel 375 jaar. Hij is aangeboden in 1648 door de Hoge Heemraden in die tijd, ter gelegenheid van het feit dat Delfland zich hier in dit land vestigde. En hij is ontworpen door Pieter Post, die trouwens ook de architect was van Huis ten Bosch. En natuurlijk, die Hoge Heemraden in die tijd vond het ook wel leuk om duidelijk te maken dat zij het waren die... En dan gaan wij... Je kunt eigenlijk blijven staan, klopt. Wij gaan over nu tot de toelating van commissielid, geen lid van de VV. Het voorgestelde besluit is mevrouw Rosita Drichtbal Nagesar toe te laten als commissielid, zijnde geen lid van de Verenigde Vergadering namens het CDA. En opnieuw heeft het onderzoek van de Geloofsbrievencommissie geen belemmeringen voor toelating opgeleverd. En daarmee vraag ik u opnieuw om mevrouw Drichtbal bij acclamatie te installeren. Mevrouw Drichtbal, wilt u naar voren komen? Drichtbal. Wat zegt u? Drichtbal. Mevrouw Drichtbal, ik heb begrepen dat u de eed wilt zweren. En ik vraag u aan het einde dan te zeggen om uw twee vingers omhoog te steken en dan te zeggen: zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik zweer dat ik om tot commissielid te worden benoemd, rechtstreeks onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, aan iemand enige gift of gunst heb gedaan of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks onmiddellijk, van iemand enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, dat ik mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen God almachtig. Van harte gefeliciteerd. Presentje. En dus voordat andere mensen zich afvragen waarom krijgt mevrouw Drichtbal wel het presentje, de heer Van Brugge heeft het al eerder gehad. Oh, dus we zorgen er goed voor. En dan ja, dat wel.